Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Shein shopvlog voor jullie. En dit keer niet zomaar eentje, want dit is een samenwerking, een campagne. Samen met Shein. En deze heet Back to Work. Dus allemaal formele kleding. Nou, jullie gaan het allemaal wel zien. Ik heb hier de doos. Alleen wanneer ik hem voor me zet, zien jullie mij niet meer. Dus ik heb hem een beetje hier aan de zijkant gezet. Ik heb de schraad er wel bij gepakt, want hoe krijg ik hem anders open? Dus laten we maar openmaken. Ik ga eerst aan de zijkant. En dan ga ik de bovenkant openmaken. Doos openmaken is altijd leuk. Helemaal als je een beetje vergeten bent wat er nou eigenlijk in zat. Wat je eigenlijk bestelt. Hè? Dus ik hoop dat hij deze open gaat. Want deze doos zit volgens mij erg vol. Aan te zien hoe bol die staat. Oké, schaar ik hem weg, want deze open. Gaat een beetje allemaal fout. Deze gaat van tafel. Want ja, het is een doos. Wat zou er in de doos zitten? En ik zie hier iets raars. Nou, deze komt wel maar achter mij geland. Maar die zit er nog wel in. Nee, oké. Dit zat er dus allemaal in. Ik ben heel erg benieuwd. Laat ik wel gelijk beginnen met deze doos. Want anders staat het hier naast mij. En we gaan ze doen nu op tafel. Want ja, wat zou er nou in een doos kunnen zitten? Ik denk een pizza. Nee, het zijn schoenen. Oké, het zit er wel in een heel mooi zakje. Oeh, fancy. Oké, dit zijn weer, ja, dit zijn laarzen. Die zijn wat hoger. Ze lijken een beetje op Sandra laarzen. Maar ja, deze zijn natuurlijk niet echt. Ze hebben, ja, het is natuurlijk gewoon een cowboy laars. Ze hebben een rits hier aan de achterkant, zodat je hem open kan maken. Hij voelt wel lekker zacht aan. Ik ben benieuwd hoe ze staan. Zo te zien zitten ze wel erg hoog. We gaan gewoon zien. Deze kan er trouwens uit. Er zit nog eentje in. Zo. En dan kunnen we zo de rits. Als je wil. Zo. Nou, wel makkelijk. Want hij loopt helemaal tot onder. Dus je kan er makkelijk in. Zo ziet de binnenkant eruit. Hij ruikt wel lekker. Hij ruikt gewoon nieuw. Naar een nieuwe schoen. Ja, ik ga hem even aantrekken. Maar ja, dat gaat hier niet zo makkelijk. Nou, dit zijn de laarzen. Cowboy laarzen. Ja, ze zijn niet voor mij gemaakt. Want één, ze zijn te groot en ze zijn veel te breed. Ik heb er veel te dunne kuiten voor. Als je wat dikke kuiten had, was het veel leuker geweest. Maar ja, dit staat mij gewoon niet. Ook veel te breed, dus ik slip er ook uit. Maar verder is een model vind ik wel erg leuk, alleen niet gemaakt voor mij. Nou, en dan gaan we alweer verder. En dan denk ik dat ik eerst deze pak. Want deze is niet voor mij, maar voor mijn schoonzus. Dit is een tall, dus een lange broek. Maar zij is ook best lang. Dit is de bovenkant. Het is gewoon een zwarte wijde broek. En dan zie je dat de beenlengte erg lang is voor hoe ver ik hem normaal aantrek. Zo. Maar deze pas ik dus niet. Maar hij ziet er wel erg leuk uit. Hij voelt goed. Dit is de binnenkant. Ja, prima. Ik leg hem aan de kant dat ze hem kan passen. Dus niet voor mij. Ik denk dat ik deze. Het is geel, zoals jullie kunnen zien. En het is een maat S. Wat zou erin zitten? Trouwens, voor deze campagne heb ik ook een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. En dat is SWW304. Als je het hebt kunnen onthouden, helemaal top. Zo niet, staat onder in de beschrijving. En het is voor 15% korting. En laat ik nu uit de zak halen. Geel. Ik ben benieuwd of geel mij staat. Geel zelf vind ik wel een leuke kleur, maar ja, het verschilt. Oké, dit is de broek. Er zit een rits aan de zijkant. Dat vind ik wel fijn, anders zit je altijd met dat knoopje hier. Dat ziet er zo een beetje apart uit. Dit is de lengte van de broek. Misschien aan de korte kant. Ik weet het niet precies. Ik denk altijd dat ze... Ja, hij komt hier tot mijn schouder. Ik ben benieuwd, we zullen het zien. Maar dat is dus de broek. En er zit ook een geel colbertje bij. Maar dit is een vest colbertje. Dus dat betekent dat er geen voering in zit. En dat die gewoon wat dunner is. Want er zit ook geen schouderpadding in. Maar ja, dit is het jasje. Ik ben heel erg benieuwd hoe geel mij gaat staan. Dus laat hem aantrekken.
Nou, dit is het pak. Zo ziet het eruit. Nou, hij spat nu een beetje laag omdat hij voor mij te groot is. Dus eigenlijk wordt hij zo. Maar zoals je ziet, ik heb hier heel veel ruimte in. Dus had een maatje kleiner moeten bestellen. Als hij zo laag valt, dan valt hij wel prima. Stoffie is wel heel erg dun. Het jasje valt wel mooi in een taille. Maar die valt hier beneden ook in een punt. Als ik het jasje dicht heb. En zo staat hij open. De kleur zelf vind ik wel leuk. Alleen ja, de maat is gewoon niet helemaal goed. Dus helaas. Voor de rest krijgt het pak wel een duimpje omhoog van mij. Nou, dan ga ik een beetje hier. En dan pak ik deze. Oh, ik had hem nog niet eens gezien. Maar ja, deze. Ja, dit is niet helemaal formeel. Maar ik vond hem wel super schattig. Het is een mintgroen tasje. En als mensen mij vaker kijken, weten ze dat ik echt enorm veel hou van mintgroen. Dit tasje voelt wel echt heel zacht. En heel lekker aan. Lekker squishy ook. Zit van die, met van die magneten drukknoopjes zit hij vast. Dan zit er nog zo'n leuk zakje in die lekker bol houdt. En dit is het... Oh, moet hij wel vastgaan. Het kettingje voor om je schouder. Tadaa! Ik vind hem echt heel leuk. Hij voelt ook lekker zacht. Kleurtje is top. Ja. Ik weet niet of je het kunt zien, maar... Oké, nou, deze kan je natuurlijk niet aantrekken. Een tasje trek je niet aan. Een tasje doe je wel om, dus die gaat aan de kant. En dan pak ik deze. En wat dit is... Vraag mij het niet, ik heb geen idee. Het is wel een S, dus het is waarschijnlijk voor mij. Oh, ik weet wat het is. Oké, als je het weer net zoals altijd bij motif vloepapier in. Mooi om het jasje heen. En een kaartje, alleen die heb ik een beetje verpest nu. Maar, het is een witte broek. En hij voelt goed, ziet er prima uit. Volgens mij heb ik deze zelf al in een mintgroene. Maar ja, wit is natuurlijk ook nooit verkeerd. Ja, de lengte van deze is super prima. Want ja, hij komt niet hier. Hij is wel lang genoeg. Ja, hij heeft, ik dacht, nepzakken aan de achterkant. Ja, helaas wel, zijn nepzakken. Maar ja, zo ziet de broek eruit. Ja, in de taille is hij wel wat smaller natuurlijk dan bij de broek. Hij heeft hiervoor wel echte zakken. Maar ja, we gaan hem gewoon aantrekken. Nou, dit is de broek. Hij zit goed, alleen ik vind hem wel iets te breed. Hij kan nu nog wel, maar ja, ik weet niet. Toch wel een beetje ruimte vind ik altijd wel wat minder, want dan voelt het zo alsof hij afzakt. Voor de rest is de broek wel echt mooi en is een hele mooie kwaliteit. Alleen, ik moet een maatje kleiner bestellen. Voor de rest vind ik hem wel erg leuk. Dus een wijze les voor jullie. Let echt goed op de maattabel. En meet echt goed je maat op. Lees ook de reactie of ze groot of klein vallen. Want dat heb je dit keer niet gedaan. Waardoor je dus ja, een beetje te groot is. Maar voor de rest, love deze broek. Nou, dan pak ik nog een tasje. En dan heb ik hier twee. Maar ik ga toch voor die. Want die ziet er leuker uit. Nou, ik kan er niks aan zien. Maar gewoon... De verpakking zegt niks. Dus ik wil gewoon weten wat hierin zit. Ik krijg hem ook niet open. Ga open. Nou. Oké. Woe! Helaas is deze tas voor mijn moeders werk. Maar alsnog, als we hem niet wil hebben, dan neem ik hem wel. Woe! Leuke strandtas. Oké. Veel te enthousiast weer. Oké. We hebben hier twee bandjes voor de omheen. En een hele leuke... Oh, met een clipje. Een hele leuke tas. Met allemaal van die gaatjes in waar je lekker doorheen kan kijken. Er zit lekker veel papier in. Oh, nog één. En dit is de binnenkant. Zoals je ziet kan je doorheen kijken hier. En dit is de achterkant. Die is wel gewoon... Er zitten geen zakjes in. Dus waar je bijvoorbeeld een klein dingetje in kan stoppen of een ritje, dat zit er niet in. Maar verder ziet er wel erg leuk uit. Als een... strandtas, vind ik. Maar ik kan natuurlijk ook gebruiken voor werk of voor school. Maar ja, als mijn moeder hem toch niet wil, ga ik er lekker mee naar het Noord-A. Maar oké, die kan ik ook niet aantrekken. Dus we gaan weer door. En ik neem dat ik voor die ga. Want het is groen. Ik hou van groen. Het is een S. Wat het is? Ik heb geen idee. Oké. Het is een groene bijbroek. Lekker formeel. Wel een leuk kleurtje.
Dan gaan we eerst kijken naar de lengte. Lengte moet goed komen, denk ik. Of misschien dan niet, maar ik denk wel dat deze goed komt. De bovenkant zit prima. Ik voel wel een beetje stretch. Hij heeft hier zakken. Hij heeft geen kontzakken. Er zit trouwens ook nog die Feelnet een extra knoopje bij. Maar dat is dus de broek. Hij voelt wel goed. Hij voelt ook wat dikker aan. Dat was de broek. Die ga ik zo aantrekken. En dit is de blazer. De blazer heeft geen voering. Is ook geen, ja, wel shoulder padding. Deze jasje is wel wat dunner. Voor de rest moet hij wel gestreken worden. Maar hij ziet er verder prima uit. Maar ja, eerst zien dan geloven. Dus we gaan hem lekker aantrekken. Dit is het groene pak. Zo ziet hij eruit. De lengte van de broek is echt heel erg goed. Misschien zelfs iets te lang. Maar hij komt nog net niet op de grond. De breedte van deze broek, ja, ook een beetje. Maar deze kan ermee door. Het jasje wel wat dun en gekreukeld. Dus ik moet hem strijken. Maar daar had ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Dus ik dacht, ik trek hem eraan. Voor de rest, dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Zo ziet hij eruit. Dit pak ik gewoon een duimpje omhoog van mij. Nou, en nu ga ik voor deze tas. Wat zit erin? Altijd een leuk pakketje uitpakken als je niet weet wat erin zit. Er zit een leuk tasje zit hier. Dit is een zwarte normale tas. Met van die leuke sliert bandjes. Zodat je hem zo kan vasthouden. Hij heeft wel een beetje een mintgroen dingetje. Oh wacht, er zit een papiertje omheen. Ik lieg. Er zit zo'n beschermlaagje, die is blauw. Maar aan de bovenkant zie ik dat die goud is. Dus het is een gouden. Dan zit er hier wel een rits in. Ik kan open. Dan zit er nog meer. Wel roze papier, maar papier in. Hebben wij allemaal niet nodig. En aan deze binnenkant zitten twee vakjes. En in het midden zit een rits. Er zit hier aan de zijkant ook nog vakjes. En hier binnenin zit ook een rits. Verder, ja, niet echt iets heel bijzonders. Je kan deze, niet openklikken. Maar voor de rest, de tas ziet er prima uit. Is ook voor mijn moeders werk, dus mag ik kiezen welke ze leuker vindt. En de ander hou ik gewoon. Maar ja, dat is de laatste tas. Die mag ook aan de kant. En stel je hebt iets heel leuks gezien in deze video, of misschien zo op Shein, kan je zeker de kortingscode SWB304 gebruiken voor 15% korting. En dan heb ik nog twee items. En dan denk ik dat ik die voor het laatst wil bewaren, want die ziet er het leukst uit. En dan eerst deze pak. Deze voelt wel zwaar. Kijken welke maat erop staat. Een S. Dat is mijn maat. Een broek. Ja, gewoon een broek. Heeft weer een rits aan de zijkant. Zit wel stretch in. Is weer een bijbroek. Maar het is een broek. Wow, dat zie ik nu pas met een split. Het is een beetje een flare. Misschien is het wel een flare. We moeten het gewoon zien aan. Lengte van de broek. Moet er omhangen. Ik weet het niet helemaal. We moeten dat gewoon zien. Maar zo ziet de broek eruit. Hij voelt wel prima. En dan zit er een blazer bij. En dan heb ik nu op zijn kop. En dit is de blazer. Prima. Gewoon hetzelfde stofje. Geen voering erin. Dus lekker dun jasje. En er zat nog een riem bij. Maar ik denk dat deze riem voor het jasje is. Denk ik. Dus we gaan hem gewoon aantrekken en kijken hoe het zit. Nou, dit is het pak. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik had het wat mooier gevonden als hij wat langer was. Dat hij mooi op mijn schoenen had gevallen. Maar hij was wat korter. Sommigen vinden dat wel erg leuk. Deze jasje, er zit zo'n knipje waar je hem vast kan maken. En dan deze riem. De riem is wel wat groot. Dus ik denk dat je daar vast nog bagage bij kan maken. Maar voor mij is het pak een... Het is niet helemaal voor mij. Misschien vinden anderen dit wel heel erg leuk, maar het is niet het pak voor mij. En nu gaan we door naar de allerlaatste. En dat is deze. En deze heb ik besteld in de maat S. Een zebrajasje. Een zebrajasje, denk ik. Een zwart wit jasje. Doet me denken aan de strepen van de zebra. Deze heeft wel een voering aan de binnenkant. Shoulder padding. Het jasje zelf voelt goed en dik aan. Een prima jasje. Ik denk wel dat ik mijn zebra ga voelen. Maar we zullen het gewoon gaan zien.
Nou, dit is het laatste jasje. Het is een S, alleen ik vind hem, zoals je dicht, heel groot vallen voor een S. Ja, dit is voor het eerst eigenlijk echt een no-go voor mij dan, omdat hij zo groot valt. Zo ziet hij er ook uit, ziet er nog steeds heel groot uit. Ook voor mijn armen is hij heel groot. Dus ik denk dat ik dit keer gewoon heel, of heel slecht heb gekeken, of ja, misschien er iets fout is gegaan. Maar er is, dit is het jasje. Het printje en het materiaal van die is gemaakt vind ik wel erg leuk. Alleen de pasvorm is wat minder omdat hij echt zo groot valt. Maar ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. Doe een dikke vette duim omhoog. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en TikTok. Bijtje Griekse IT. Doei!